Supermodel Danielle van Grondelle met de Maatje Meer is haar tijd ver vooruit. Want nu stapt ook Barbie af van de Westpartijen. De nieuwe poppenrondingen worden met veel enthousiasme ontvangen. Ons speelgoed moet diverser en realistischer. Daarom presenteerde Barbie onlangs de nieuwe modellen Curvy, Tall en Petite. Daarmee reageert speelgoedfabrikant Mattel op de kritiek dat Barbie een verkeerd schoonheidsideaal vertegenwoordigt. Barbie is overigens niet de eerste die zich aanpast aan de realiteit. Want zo kwam Lego eerder al met een poppetje in een rolstoel. En speelgoedpoppen van Babyborn zijn al langer verkrijgbaar in meerdere huidskleuren. Danielle van Grondelle, ik noem haar naam al natuurlijk. Hè. Die zit hier aan tafel, supermodel hier. En je hebt waarschijnlijk ook meteen al zo'n pop aangeschaft, of niet? Ik zou het wel leuk vinden. Ik zou wel voor de curvy gaan. Ja. Oh, toch? Ja, tuurlijk, dat zat er dik in. Ja, nee, inderdaad. Ook hier aan tafel Fedra Werkhoven. En ze is hoofdredacteur van de Fabulous Mama and Family. Zou je er ook meteen een aanschaffen? Nee, nooit. Nee. Nou, ja, lullig, hè? Ja, waarom niet? Nee, ja, ik vind het een beetje onzin. Want ik bedoel, Barbie staat een symbool in mijn optiek voor een soort van perfectie, inderdaad. Het is ze appelleert aan een droomwereld waarin kinderen gewoon lekker weg kunnen dromen. Ze is een prinses, een stripfiguur, een mythisch iemand eigenlijk. En waarom zou je daar dan een realiteit van moeten maken die voor kinderen helemaal niet geldt, weet je? Dat is iets wat volwassenen altijd verzinnen. Van, kinderen die denken dan dat iedereen slank moet zijn. Maar uit onderzoeken is vaak genoeg gebleken, toen Barbie 50 jaar bestond, in 2009 is er onderzoek naar gedaan. En toen hebben ze gevraagd van in hoeverre inderdaad bij vrouwen Barbie bepalend was voor hun eetgedrag. Nou, ja. En daar bleek dus uit dat dat gewoon helemaal niet het geval is. Dus het gaat om de ouders die daar omheen zitten. Oh, hoe zij doen nou, met Daniel, lastig, dikheid. Ja. Zoveel argumenten, er is ook nog onderzoek gedaan. Maar toch, kinderen willen eigenlijk juist wel een perfecte Barbie hebben. Daar ben ik het niet mee eens. Het is nog steeds een mooiere... het is een soort droomwereld die je nog steeds neerzet. Ze heeft dan misschien wel meer curves of ze is iets langer. Maar het is nog steeds een prachtige Barbie. Dus die diversiteit, dat vind ik juist heel erg sterk. Dat dat juist nu naar voren komt. En ik geloof heel erg dat het juist zo is dat jonge meisjes zich wel spiegelen aan ook een Barbie, aan ook de modebladen. En hoe meer diversiteit er te zien is en hoe meer droombeelden met misschien iets afwijkendere maat of een afwijkerende lengte, dat is denk ik alleen maar goed. En dat moeten we ook, daar moeten we heel blij mee zijn, denk ik. Ja, ik moet eerlijk zeggen, nu ik dit hoor, ik ga maar op en neer. Even kijken wie dit gezegd gaat winnen, want nu kun je hier nog Kijk, het punt is, het gaat over kinderen. Mm-hmm. Weet je, kinderen kopen zo'n vaak niet eens zelf die Barbie, die krijgen ze. Nee. En zij willen gewoon een soort van een popje die niet speciaal ergens naar een werkelijk figuur refereert. Weet je, het is net met Zwarte Piet. Zwarte Piet is voor kinderen niet refereert niet aan slavernij. Dat refereert aan gewoon een feest. Het is gewoon, weet je, volwassenen denken dat kinderen met bepaalde dingen zouden moeten spelen, omdat dat is zoals wij denken dat het zou moeten zijn. Tuurlijk ben ik met je eens dat de wereld anders is dan een slanke vrouw in een glossy lifestyle. En het is nog steeds een droombeeld wat er wordt verkocht. Ja. Het is niet dat er opeens gewoon een realistisch... het is echt gewoon nog steeds een mooie pop. Ja. Waarom niet? Waarom zou je die diversiteit tegen willen gaan? Nou ja, omdat ik denk dat dat iets is dus wat volwassenen verzinnen. En niet wat kinderen wenselijk vinden. Het is hetzelfde als dat kinderen, dat volwassenen denken van, oh, kinderen die moeten spelen met verantwoord houten speelgoed. En hier heb je een vrachtwagen van hout. En dat is goed voor de ontwikkeling. Maar geef je een kind de keuze tussen een vette Bugatti in knalrood en vet en glimmend. Oh. En een houten tractor die wij allemaal als volwassenen verantwoord vinden. Dan kiezen ze echt die rode tractor. En wat doet het met die kinderen? Helemaal niets? Helemaal niks. Nee, daar geloof ik namelijk niet in. Maar waarom is er dan zoveel anorexia later, ook al bij hele jonge meisjes? En waarom gebeurt dat dan toch? Als jij zegt van, nee, er gebeurt, niemand spiegelt zich eraan en het is maar een pop. Ik geloof dat niet zo. Maar anorexia is niet een ziekte die voortkomt vanuit een Barbiepop. Niet vanuit een Barbiepop, of vanuit maar wel een ideaalbeeld. Vanuit een bepaald soort ideaalbeeld waaraan mensen willen voldoen die er niet aan voldoen. Dus dat, ik denk dat je het mis hebt. Nou, ik denk niet, maar ja, want het is, kijk, het onderzoeken is dat ook gebleken. Hè, dat anorexia is iets wat zit in een meisje zelf en dat heeft met je eigen zelfbeeld te maken, met onzekerheid. En ook met veel grotere... het wordt opgedragen door het grote publiek. Dus daar ben ik het echt niet... Door je ouders. Niet alleen door je ouders. Het heeft te maken met je moeder. Nee.
Heel vaak wel. En heel veel gevallen van anorexia heeft al te maken met... Nou, laten we dat nog even midden laten. Ja, daar komen we nu niet uit, maar we willen natuurlijk wel weten... Danielle, die is heel groot. Heel groot model, internationaal model. En we hebben leuke beelden ook. Ja, leuk. New York Fashion Week. Oké. Strike a pose. Ja, mooi beeld natuurlijk. In september was dat. Wat wil jij uitdrukken? Zeg je, ik ben gewoon een maatje meer en dat doet er verder niet toe? Of wil je ook nog, om het maar heel ouderwets te zeggen, een boodschap uitdragen? Ik wil zeer zeker een boodschap uitdragen. Ik ben echt een rolmodel voor jonge meisjes. Ik heb ook heel vaak op mijn Facebook en op mijn Instagram... dat ik leuke berichtjes krijg van meisjes van... oh, te gek, eindelijk iemand met wat meer curves. En ik ben wat minder hard voor mezelf doordat ik jouw foto's zie. Want zoals je daar ook zag, er wordt nog steeds een droombeeld verkocht. Er wordt alleen een droombeeld verkocht op iemand met wat meer heup... en met een gemiddelde Nederlandse maat. Te gek. Wanneer wilde je model worden? Hoe jong was je toen je dan... Ik ben gescout op mijn 14e en ik denk dat het misschien op mijn 13e begon te spelen. Heel vroeger wilde ik piloot worden. En daarna had ik een boek gelezen van Cindy Crawford. En toen dacht ik van, oh wauw, het lijkt me ook wel te gek om modellenwerk te doen. Maar dacht je toen ook meteen, dan moet ik maatje 34? Ja, want ik was toen wel erg slank. Ik had toen broekmaat 27. Alleen mijn heupen waren toen volgens mij 93. En dat moest onder de 90 komen. Dus ik probeerde te lijnen en alles te doen. En ik was super slank, hè. Dus vergeet, ik ben 1,80 en broekmaat 27. Is super slank. Maar ik had eigenlijk geen idee dat ik uiteindelijk met mijn maat... een topmodel zou kunnen worden. Dus dat is eigenlijk ook te gek. En als je ook bijvoorbeeld kijkt naar vroeger, toen ik opgroeide... de supermodellen van toen, die hadden billen, die hadden borsten. Ja. Die waren wat vrouwelijker. Ja, maar dat weet je nu. Maar toen je jong was, dacht je toen... oh nee, ik kan niet aan het ideaal voldoen, dus ik kan ook geen model worden. Of wie heeft jou wijsgemaakt dat het wel kon? Het is heel grappig. Ik werd toenertijd bij de specials geplaatst. Dus dat wil zeggen dat je of iets een grotere maat hebt of iets langer bent. Of... Ik deed toen een klus toenertijd voor de Yes. En toen zei de stylisten, nou, als je iets aan zou komen... zou je perfect zijn als plusmodel. Nou, dat was 11 jaar geleden. En ik had, ik had eigenlijk geen idee wat het inhield. En ik ben heel dankbaar dat ze dat heeft gedaan. Want er is echt een wereld voor me open gegaan. Zij heeft jou eigenlijk op koers gezet om de top te bereiken. Ja, precies. En ook gewoon met mijn natuurlijke maat. Want ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik vind het heel belangrijk om uit te dragen dat iedereen zijn gezonde versie moet zijn. Dus ben je natuurlijk slank, is dat prachtig. Maar ben je natuurlijk curvy, is dat ook prachtig. Maar jezelf uithongeren om iets te zijn wat je niet bent, dat is nooit mooi. En ik geloof zeer zeker dat mijn werk als plus-size model daaraan bijdraagt. En inderdaad, we moeten niet tornen aan het droombeeld, weet je. Laten we dat vooral in stand houden. Dat is ook een deel van de fashionwereld. Dat is ook een deel van bijvoorbeeld Barbie. Ja. Maar laten we alsjeblieft meer diversiteit zien. Dus meer kleur, lang, kort, brede heupen, smalle heupen. Waarom niet? Ja, vind je dat ook? Ja, nee, daar ben ik het met je eens. Zeker. In de Glossy Lifestyle magazines, absoluut. Weet je, heel goed dat daar meer... En waarom dan niet bij Barbie? Want omdat Barbie is een kinderspeelgoed. En kinderen leven niet in... Maar bij kinderen. Ja, maar toch denk ik niet dat het zo werkt... bij kleine meisjes die met popjes spelen. Dat is een heel andere discussie dan dat je zeg maar... vanuit een magazine een andere wereld laat zien die ook geldt. Kijk, in ons magazine, we hebben ook wel eens een plus-size model. Mm-hmm. En eigenlijk is dat belachelijk dat je dat dan een plus-size model noemt... terwijl zij gewoon een standaard maat heeft. We hebben gewoon gemiddelde maat 42. Precies. Ja. En dan reageren ook lezeressen daar heel, heel blij op. Van, eindelijk eens een keer een normaal. Maar waarom doe je het dan? Om die reden ook? Nou ja, om die reden. Omdat ik toch vind van een moeder... ik ben een mama magazine. Ja. En moeders zijn... Nou, meestal niet maat 27, zeg maar. Dus dan vind ik het ook realistisch om een realistische vrouw neer te zetten... en niet een graadmager model van 18. Maar Danielle heeft steeds over die Barbie en die zegt... ja, maar luister, jong geleerd, oud gedaan. Dan denk je, waarom niet zo jong mogelijk beginnen? Ja. Nee, ja, daar ben ik dus niet mee eens. Dat is het hele verschil. Een Barbie is speelgoed. En een speelgoed is iets anders dan dat je als 16, 17-jarige, 18... en verder eigenlijk adolescent in een magazine bladert en een fashionwereld... ingaat. Ik vind Barbie dus niet per se fashion. Ik vind Barbie gewoon speelgoed. En dat is een soort van gender discussie, weet je, nature en nurture, van waar gaat een kind mee spelen en waar niet. Is het mannelijk of... Heb je vroeger met de Barbie gespeeld? Ik heb heel veel met Barbie gespeeld, maar niet met Barbie, maar met Daisy. Dat was ook een soort van popje. Ja. Nou ja, jij wel, ja. Barbie? Vond je echt... Ja, zeker. Ja.
Ja, maar allerlei kleuren. Ik had ook een bruine bar, ik had ook eentje met donker haar, met blond haar. Dus ik had heel veel verschillende ogen. Ja, moet je kijken, dat heeft dus eigenlijk invloed. Want je hoort hoe ze nu denkt ook. En heb jij dus, heeft het jou totaal geen invloed? Nee, totaal niet. Ik moet ook zo worden. Nee, totaal niet. Dat speelt helemaal niet in de wereld van een kind. En dat zie je ook gewoon als kinderen, als je dat aan kinderen vraagt van of ze dat ze moeten kiezen tussen iets, tussen twee poppen. Zij willen gewoon een Barbie en ze zijn heel brandgevoelig. Ja. En Barbie staat voor maar, maar het is toch ook zo dat bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld een mooie bruine huid hebt, dat je dan misschien neigt naar een bruine Barbie. Dat is toch juist iets heel erg moois. En dat is hetzelfde dat gebeurt met iemand niet. Dat gebeurt dus niet. Wel. Nou, eigenlijk, tenminste, dat is wat ik erover heb gelezen. Dat als je kindjes zeg maar zegt van welk popje wil je spelen, ook donkere kindjes, gewoon echt kleine kindjes, zeg maar. En die kiezen dan, moeten kiezen tussen wie wil je zijn, die of die. En ze krijgen een donker kindje of een licht kindje. Kiezen ze voor het lichte kindje. Nou, dus mag ik even voor ik mij een beetje buitensloten. Het gaat steeds over vrouwen. En ik had ook de mannen erbij aan. Ja. Ik zag online ook heel veel mannen die dachten, ja, wacht even, Barbie. En Ken dan? Hoe zit het met Ken? Daar hebben we een leuk voorbeeldje van. Kijk maar met Ken, rolmodel. Leuk. Hier is hij. Inderdaad, die kind. Ja, inderdaad, een dikke bierbuikje. Hè? Dat kan dus ook. Je kunt er wat, kom op. Is dat niet, vind je dat niet ik zo? Ik vind dat echt heel stom. Ja? Waarom moet je die realiteit zo neer willen zetten? Ik vind deze dan wel weer veel realistischer. Want dit is dan, wordt dan echt neergezet met een echt een bier. En dan is het toch. Ik vind die plus-size Barbie toch anders. Die plus-size Barbie is eigenlijk een soort van plus-size model. Ja. En dit is eigenlijk gewoon een normaal. Iemand. Nee, nou, niet dat erg is. Iedereen is een normaal iemand. Ja. Maar ik bedoel van, het is jammer dat ze dan bij die mannen dat dan weer extremer doen. Waarom niet gewoon een leuke, iets te langere man? Die slippers ook. Die fashion dat is ook een beetje. Zie je dat bij modellen trouwens ook? Inderdaad, mannenmodellen, dat er ook plus zijn mannelijke mannen. Plus, het is er nog niet heel veel. Ik ken er toevallig eentje, die werkt in Duitsland. Maar je ziet het heel erg weinig. Dus het is misschien upcoming. Ja. Kijk eens even, die houden we even vast. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. Dank je wel. Graag gedaan. En dit was Van Dien Blaai van vrijdag 29 januari. Maandag bij mij aan tafel hoofdredacteur Jilda van der Bijl van Linda TV over het geheim achter dat succes. Een heel fijn weekend en graag tot maandag.